Ik wil wel een paar mensen van mijn security voor je regelen, maar mijn aandelen krijg je natuurlijk niet. Dan zijn wij uitgesproken. Ja, weet je wat die aandelen straks waard zijn? Natuurlijk, daarom vraag ik er ook om. Ik wil wel onderhandelen met jou, maar dan op een serieuze manier. Dat is jouw probleem. Je neemt me niet serieus. Ja, als ik jou niet serieus nam, dan stond ik hier niet. Goed. Zonder mijn hulp heb je sowieso niets. Dan sla jij een modderfiguur naar al je partners en kun je toekomst in onroerend goed op je buik schrijven. Dus, of je gaat akkoord, of je gaat weg. 10%. De helft. 15%, dat is het. Dag, Lido. Ik heb geen tijd voor dit soort kleutergedoe. Je doet het of je doet het niet. Als mijn naam ooit in verband wordt gebracht met die ambtenaar die jij hebt omgekocht, dan heb je een heel groot probleem. Ludo, waarom zal ik ooit nog in de problemen komen? Volgende week ben ik rijk. Martine Heer, wil je me zo snel mogelijk terugbellen? Ik heb een tijdstip en een datum bepaald. Sorry. Martine? Heb jij George gezien de laatste dagen? Ja, hoezo? Nou, ik weet niet. Ze lijkt zichzelf niet en ik maak me een beetje zorgen om haar. Heb jij niks gemerkt? Er is natuurlijk nogal wat gebeurd de laatste tijd. Met Morris, bedoel je? Ik geloof niet dat dat het is. Laat het nou maar aan mij over. Ik ben haar moeder. Met mij kan ze alles bespreken. En wat zou ze allemaal moeten bespreken dan? Niets. Maar blijkbaar is er iets wat ze jou niet kan vertellen. Laten we hopen dat we er gauw weer zien lachen. Helemaal mee eens. Hé, hoe gaat het eigenlijk met het merenpaard? Nou, dat zou nog wel eens helemaal goed kunnen komen. Nou ja, hoe dan? Wil jij ook? Nee. Wat weet je eigenlijk van die ambtenaar dat je zo zeker bent van je zaken? Dat doet er niet toe. Je hoeft alleen maar te weten dat hij precies doet wat ik zeg. Ik hoop dat hij zich aan zijn afspraken houdt. Het ziet wel goed. Vertrouw me maar. Twijfel je daaraan? Nee. Heel goed. Hoezo een beter plan? Dat had je dan toch al veel eerder kunnen doen. Ik heb alles nog eens een keer goed door laten rekenen. En het blijkt dat we minstens 3-4% kunnen bezuinigen op de totale ontwikkelingskosten. Ja, maar dat had je dan toch al veel eerder kunnen doen? Ja, ik had het aan Remco overgelaten. Het blijkt dat je toch eigenlijk alleen jezelf kunt vertrouwen. Wil je echt niet? Ja, vooruit. Nou, op de zakenman van het jaar. Van der Heijden. Moment. Voor jou. Wie is het? Martine Hafkamp. Ogenblikje. Privé. Oké, ik ben al weg. Werk je zelf ook niet te lang door? Niet op dit toestel terugbellen, idioot. Ja, dat was hem. Maandagmiddag naar de vergadering. Als ik Merenpark binnen heb. Dat is niet nodig, jij kent hem zo. Klein van stuk, het Vlaams accent heb je net gehoord. Ringbaardje, krulletjes. Ik reken op je. Nou, daar zal ik dan weer aan denken. Hey, hartstikke bedankt. Doe Paul de groeten van me en zeg dat ik zijn werk graag bij Pip Hart wil onderbrengen. Ja? Ik zie je volgende week, hè? Hoi. Op zoek naar een nieuwe baan? Waarom zou ik? Oh, jij denkt natuurlijk nog steeds dat jij dit deal gaat binnenslepen. Jij niet dan? Nee, ik niet, nee. Jij vindt dit allemaal wel amusant, merk ik. Ja, ik vind het buitengewoon amusant zelfs. Merenpark? Merenpark.
Met kwaliteit, degelijkheid en zorgvuldig opgebouwd vertrouwen bereik je heel wat meer dan een zak geld bij een chantabele ambtenaar. En zo gaat Ludo de deal binnenslepen? Met zorgvuldig opgebouwd vertrouwen? Doe jij maar lekker cynisch, jongen. Je komt er nog wel achter. Prettige avond nog. Oh, en als je gaat drinken, niet meer in de auto stappen, hè? Het is komen en gaan van mijn familie hier. Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat jullie speciaal voor mij komen. Oh, dat is mooi. Je vindt jezelf heel belangrijk. Ik heb een heel interessant gesprek met Stefano gehad. Je hebt hem iets verteld, hè? Van onze deal. Moest dat? Eens komt hij erachter. En waarom zou dat niet mogen? Ik heb zo het vermoeden dat hij het je niet in dank zal afnemen. Je hebt het hem overtuigd. Mooie eigenschap, zijn hoge moraal. Alles volgens de regeltjes. Je komt er alleen niet ver mee. Niet in het zakenleven in ieder geval. En? Wij lijken meer op elkaar dan ik dacht, papi. Stefano heeft geen idee. Maar als je wil, zal ik het eens even gaan uitleggen. Als je ook maar één woord loslaat tegen Stefano over onze afspraak, dan is de deal van de baan. Ben ik duidelijk tegen je? Waar ben je bang voor? Ik wil eerst dat die deal rond is. Precies. Zonder mij geen deal. Zonder deal geen Merenpark voor jou. Maak geen zorgen. Dit is ons geheim. Moet ik je nu dankbaar zijn? Ik dacht het wel. Dacht het niet. Shandy? Dat verschaft mij de eer. Hoe durf jij je Sjors moeder te noemen? Omdat ik het ben, misschien. Ze is verkracht. En jij noemt dat volwassen worden? Ze is niet bepaald de eerste die zoiets overkomt. Ik geloof mijn oren niet. Het gaat over je dochter, hoor. Heel goed gezien. Ik vraag me ook af waarom jij je daarmee bemoeit. Omdat ze kapot gaat van ellende. Door wat ze heeft meegemaakt. En jij laat haar gewoon barsten. Fijn dat ze jou heeft. Het gaat niet over mij. Oh, nee? Klopt het dat die Nick hier nog steeds werkt? Dat gaat jou niks aan. Waarom heb je er geen aangifte laten doen? Om er de vernedering te besparen. En als je me nu wilt excuseren. En oh ja, wil je mijn dochter niet gebruiken als inspiratiebron voor ranzige verhaaltjes in dat blad van je?